Hoe staat het kabinet Rutte 3 er een jaar na de installatie voor? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Het kabinet Rutte 3 is vandaag precies een jaar aan de slag. We maken de balans op van de regering bestaande uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie met SGP-senator Peter Schalk. Goedenavond, meneer Schalk. Dag. Ja, wat voor jaar was het? Eigenlijk een rustig jaar. Rustig jaar? Voor politici. In die zin dat het kabinet natuurlijk op stoom moet komen. Ja. En daar hebben ze wel even tijd voor nodig, dat kun je wel merken. Een jaar is dan lang om op stoom te komen. Zeker, maar het begint nu wel te komen met nieuwe wetgeving. Er zijn er wel een paar langsgekomen. Sommige dingen zijn ook wat opgevallen, bijvoorbeeld rondom de referendumwet, hè, om maar wat te noemen. Ja. Dat die afgeschaft werd. Maar zeg maar het echte nieuwe beleid van het nieuwe kabinet, dat moet eigenlijk wel de komende periode echt gaan komen. Ja. Want daar zitten we een beetje op te wachten. Dus ook wel een beetje begrijpelijk. Hè? Ze zijn met z'n vieren. Ja. Dus een beetje ingewikkeld blijkbaar om sommige onderwerpen. Je moet veel afstemmen met elkaar. Nogal, ja. Blijkbaar. En die uitgestoken hand die Rutte beloofde bij het begin? Nou, ik grijp hem elke dag. Maar ja? Nee, dat is natuurlijk. Begrijpelijk dat hij dat heeft gedaan en dat hij dat ook heeft gezegd. Het wordt op een gegeven moment wel een beetje flauw. Hè? Van nou, die uitgestoken hand van ons. En dan iemand pakt hem wel of pakt hem niet. Ja. Maar wat hij in ieder geval probeert uit te stralen is dat hij natuurlijk aandacht heeft voor alle andere politieke partijen als de vier coalitiepartijen. Ja. Maar daarbij merk je ook wel dat het heel ingewikkeld is. Omdat ze eigenlijk al met zulke uitgesproken tegenstellingen bij elkaar gekomen zijn. Dat het heel ingewikkeld blijkt te zijn om daar nog nieuwe dingen in toe te voegen voor een vijfde of zesde voor partij. Andere, ja. Als u één positief punt moet noemen uit dit afgelopen jaar, wat komt dan onmiddellijk boven bij u? Ze zijn er nog. Ze zijn er nog, ja. Want dat is al een prestatie. Dat is al sowieso een prestatie. En iets wat positief is denk ik. Ja. Dat die dividendbelasting niet doorgaat. Dat is in ieder geval positief, maar dat staat natuurlijk een beetje vers in ons geheugen. Wat er dus wat krasjes opleverde op zijn bestaan. Zeker, maar daar kan hij wel tegen. Okay. En wat ik persoonlijk wel goed vond, was de afschaffing van dat referendum. He, en dat ze dat ook heel voortvarend hebben gedaan. Kroonjuweel van D66? Ja, maar natuurlijk gewoon echt een middel wat echt zijn doel voorbij schiet. Dat kun je gewoon merken. Ja. Aan de referenda die gehouden zijn. Ik ben bang dat D66 overigens het prima vindt dat dit weg is, maar wel weer iets beters ervoor, vanuit hen gezien, beters ervoor in de plaats wil hebben. Maar hopelijk zijn we met z'n allen iets wijzer geworden door de debakels die we gezien hebben rondom die referenda. Ja, ja, ja. ChristenUnie zit ook in deze regering voor de tweede keer in hun bestaan. Gelukkig. 10 jaar geleden ook. Gelukkig? Ja, zeg ik wel. Ja. En wat merken we daarvan? Nou, de weerhoudende kracht bij bepaalde onderwerpen, die is natuurlijk gewoon goed merkbaar. Ja. Volgende week hebben we algemene politieke beschouwingen. Ja, ik ga nog eventjes erop in dat er in het regeerakkoord staat dat er weer een onderzoek komt naar voltooid leven. Ik vind dat niet goed dat dat komt. Ja. Maar dat onderzoek er komt, komt omdat de ChristenUnie er zit. Waren die er niet bij, dan zouden we vermoedelijk er veel slechter pad opgaan. En nu komt er een onderzoek. Doordat ze er zitten, houden ze ook dingen tegen. Zeker. En vertragen ze die. Ja, ja. Ja. Maar dat, om te scoren naar buiten toe, kun je wel zeggen, we vertragen zaken, maar die gaan uiteindelijk toch door. Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Ja. Ik zou nou niet op voorhand. Weet je, dat hebben we wel gezien de afgelopen 10, 15 jaar. Laat ik zeggen, misschien wel 15 jaar geleden dacht ik van, zouden die christelijke partijen ooit wel iets aan invloed kunnen gaan krijgen. Nou, wat je ziet de afgelopen jaren is dat er wel degelijk invloed is. En dat er soms bijzondere wendingen zijn. En dan verwonder ik mij en zeg ik, de Heere regeert. Ja. En ook dat de ChristenUnie daar zit, is niet voor niets. Ja, toch hebben ze wel moeilijke dossiers. Hè? Nu zeker. De kinderpardon en die mevrouw Ayarpi die er in een kerk in Katwijk zit, ChristenUnie-lid. Ja, ja. Dat lijkt me niet makkelijk. Nee, maar daar moet je ook diepe bewondering voor ze hebben. Moet je ook met ze meeleven en ook voor ze bidden. Ja. Maar het betekent ook dat ze, doordat ze deze positie hebben ingenomen, dat ze inderdaad hele moeilijke beslissingen moeten kunnen en durven nemen. Mm. Nou, dat zal best af en toe kreunen in zo'n partij. Wij staan ernaast en kijken ernaar.
Nou, je praat ook wel eens even met mijn collega's senatoren. Van, ja. Joh, dit is een lastig dossier voor jullie. Ja. En gaat het met jullie? Okay. Probeer er wel even aandacht voor te hebben. Ik wil even wat ministers met u doornemen, met u welnemen. In één zin wat u van ze vindt. Arie Slob. Fijne kerel. Van Eichelshoven. Engelshoven. Die ben ik nog niet heel vaak tegengekomen. Ik ben heel benieuwd welke route ze op wil. Met name rondom emancipatie. Ja, kan dat, een ChristenUnie-minister en een D66-minister op één ministerie? Blijkbaar. En ik vind het wel fijn dat die daar zit. Want wij vinden natuurlijk artikel 23 van groot belang. Ja. En reken erop dat Arie Slob dat bewaakt. Koolmees. Keihard bezig om het pensioendossier vlot te trekken. Lukt hem dat? Ik denk dat die enorm tegengezeten wordt door de vakbonden. Ja, u moest lang nadenken, zag ik. Dus Schouten. Doet het heel goed. Hè? Heeft de boer het gevoel gegeven van okay, er is aandacht voor ons. Mm-hmm. Maar ze heeft natuurlijk wel een paar lastige dossiers. Ja. Kaag. Weet heel goed waar ze het over heeft. Omdat ze natuurlijk vooral ook in het Midden-Oosten heeft gewerkt. Ja. We houden haar goed in de gaten. Ja, wie is de minst opvallende bewindspersoon? Nou, niet Mark Rutte. Nee, dat vind ik een hele ingewikkelde. Ik denk dat dat vooral bij staatssecretarissen uitkomt. Mm. Maar dat is dan zo onopvallend dat ik het niet zie. Okay. De eerste hobbel die dit kabinet moet nemen zijn de statenverkiezingen in maart volgend jaar. Ja. Met daaruit voortvloeiende verkiezingen voor de Eerste Kamer. Ja. En misschien verliest Rutte 3 daar de meerderheid in die Eerste Kamer. Die kans lijkt nogal groot. Die kans lijkt groot. Ja, nou ja, op dit moment hebben ze 38 van de 75 zetels. Ja. Dus dat is een minimale meerderheid. Ja. Als je de peilingen ziet, dan doet de VVD en de ChristenUnie het nog redelijk goed. Mm-hmm. Maar de andere twee partijen verliezen gewoon keihard. Ja. U bent zelf lijsttrekker voor de SGP in de Eerste Kamer. Klopt. Nou ging het bij het CDA de mare dat die een verjongingsslag aangingen. De lijsttrekker daar is 67 jaar. Ja. Hoe oud bent u? 57. Ja. Is dat het signatuur van de Eerste Kamer? Dat oude, het zijn oude ruggrijze mannen daar. Ja, nou, grijs ben ik ook inderdaad. Ja. Maar wat je daar ziet is natuurlijk wel dat het heel vaak mensen zijn die op allerlei plaatsen in de samenleving hun sporen hebben verdiend of werkzaam zijn geweest. Ja. Je wordt ook geacht met enige reflectie te kijken naar alle wetgeving. Mm. Dus daar past ook wel bij dat je misschien wel een paar dingen meer hebt gezien in je leven. Dus wat levenswijsheid hebt op mogen doen. Maar er zitten ook wel jongere mensen inmiddels in de Senaat. Dertigers, die zijn er ook. Ja, wat is het in die zin wel een afspiegeling van de maatschappij, die Eerste Kamer? Nou, nee, een afspiegeling. Tweede Kamer is ook geen afspiegeling. Hè? Er zitten ook geen jongeren onder de 18. Maar daar zitten nog wel twintigers. Ja. Eerste Kamer is denk ik dertigers. Het is niet in die zin een afspiegeling van er moeten er zoveel van elke leeftijdsgroep zitten. Maar het is wel een redelijk gemêleerd gezelschap, hoor. Kijk, u noemde net het CDA. De heer Brinkman is 70 en die verjonging is 67. Ja, drie jaar jonger. Het is drie jaar jonger. Is wel jonger. Ja. Maar ik denk dat hij iets anders heeft bedoeld. Dus uiteindelijk zijn ze blijkbaar bij een zeer gerespecteerd collega Ben Knapen uitgekomen. Ja. U zei het al, u gaat algemene beschouwingen doen met het kabinet Rutte 3 aanstaande dinsdag. Waarom moet dat nog in de Eerste Kamer? Want de Tweede Kamer heeft er al 2 dagen lang zijn ei over gelegd. Ja, ook de Eerste Kamer heeft uiteindelijk te maken met dit kabinet. Ja. En moet proberen om duidelijk te maken van welke onderwerpen vinden we nou vanuit die reflectieve rol. He, van dat wat meer, ja, chambre de réflexion, kamer van reflectie. Wat vindt de SGP nou belangrijk? Nou, ik ga het hebben over 4 pijlers. En dat is een gezond gezinsbeleid, of goed gezinsbeleid, zeg maar. Gezond ondernemersklimaat, vrede en veiligheid en eerbied voor leven en dood. Dat zijn mijn 4 hoofdthema's en daar stop ik natuurlijk allemaal korte themaatjes in. Ja. Omdat je als kleinere partij krijg je een beperkte tijd. Ja. Maar wat ik ga proberen is om duidelijk te maken dat onze samenleving er goed mee zou zijn als je kijkt naar die pijlers. Mm-hmm. Zo, het gezin, een gezond financieel klimaat, ja, zeg maar. De vrede en de veiligheid voor iedereen. Maar valt er voor u dan nog wat te halen
bij dit kabinet? Nou ja, er is altijd wat te halen in die zin. Je zit daar niet alleen maar om te zeggen van nou zal ik eens even laten zien welke scores ik haal. Maar het is een prachtige gelegenheid om met het kabinet van gedachten te wisselen. Ja. Om ook dingen naar voren te brengen die voor mij als christen en voor ons als christelijke politieke partij van belang zijn. Mm-hmm. Om daar ook begrip voor te kweken. Niet alleen bij het kabinet trouwens, maar ook bij je collega's. En zo af en toe dan krijg je natuurlijk ook mooie toezeggingen of een motie. Ik heb bijvoorbeeld rondom de eenverdieners kwestie al verschillende keren een motie ingediend, ja, die ook is aanvaard. En daar kun je elke keer het kabinet weer op gaan bevragen. Dat gaan we ook de komende periode weer doen. Want we hebben nu de algemene politieke beschouwing, maar over een paar weken de algemene financiële beschouwing. Ja, dus dan komt het belastingplan. Dus je kunt elke keer terugkomen op datgene wat je ook met hen inbrengt. Ja. En intussen zullen mensen in het land de actualiteit in de gaten houden, terwijl u beschouwingen houdt in de Kamer. En zien dat er ziekenhuizen dichtgaan. Ja. Ik noem het IJsselmeerziekenhuis, het Slotervaartziekenhuis. Ja, dat is nogal heftig. Dat is een eerste lijn zorg, toch, van de overheid? Zeker. Om ziekenhuizen open te houden. Nou ja, het is in ieder geval heel erg belangrijk dat de kwaliteit van de zorg hoogwaardig is. En dat er continuïteit is voor de mensen. En met name in dit geval is het natuurlijk heel triest om te merken dat mensen in de problemen komen. Bijvoorbeeld moeders die een kindje verwachten, ja, en bij een bevalling. Ja, dan wordt het wel spannend als je weet van het dichtstbijzijnde ziekenhuis is misschien wel een half uur, drie kwartier rijden. Ja, of mensen die horen van vanmiddag voor 3 uur moet je wegwezen uit het ziekenhuis. Ja, want het gaat dicht, het is failliet. Ja, maar dat hebben ze wel goed georganiseerd. Hè? Dus dat die mensen op een goede plek worden ondergebracht weer. Maar het is natuurlijk gewoon inderdaad dramatisch. Kijk, de suggestie is al door sommigen gedaan van banken houden we overeind en ziekenhuizen laten we failliet gaan. Ik wil het zeggen. Dat is natuurlijk best wel heel triest. Dan moet je je ook realiseren dat een plaatselijke bank, zeg maar, zou ook niet overeind gehouden zijn. Hè? Dat hebben we ook wel toen destijds gezien. Maar is dat de invloed van die zorgverzekeraars, dat die gewoon machtig zijn en zo'n ziekenhuis onder druk kunnen zetten? Nou, dat is heel gemakkelijk om daar alleen de bal te leggen. Kijk, wij hebben geen staatsziekenhuizen, want dan zouden we ze overeind houden. Nee. De staat is wel verantwoordelijk voor goede zorg. Ja, dus, net als voor goed openbaar vervoer. Precies, of, noem maar op. Precies. Maar uiteindelijk is het een private aangelegenheid. Er gaat enorm veel geld in om. En efficiëntieslagen zullen er gemaakt moeten worden. Er zal heel goed gekeken moeten worden naar de kosten van zo'n giga organisatie, want die ziekenhuizen, dat zijn natuurlijk enorme organisaties geworden. Daar waar als je eenmaal in een negatieve spiraal zit, is het heel lastig om daar weer uit te buigen. Ja. Nou, wat de taak van de overheid is, en ik denk dat in de Tweede Kamer, hè, want daar worden natuurlijk dit soort praktische, onmiddellijke zaken eerst besproken. Ja. U weet ongetwijfeld dat de PVV heeft gevraagd om vandaag nog een spoeddebat. Nou, Kees van der Staaij van de SGP, die heeft gezegd van nee, kom eerst maar eens met een fatsoenlijke brief, zodat wij vandaag weten wat er aan de hand is. Ja, kunnen dus gaan we er dinsdag over debatteren. Ja. Nou. En dan zal natuurlijk de insteek zijn van hoe zorgt de overheid in zo'n penibele situatie dat er voldoende power komt om ervoor te zorgen dat mensen in ieder geval die primaire zorg aangeboden krijgen. Okay, gaan wij dat volgende week zien. Ik wil tenslotte nog even met u naar de overleden premier Wim Kok. Ja. Is deze week overleden. Heeft u een persoonlijke herinnering aan hem? Ja, dat was wel heel bijzonder. Dat was op de dag na de moord op Pim Fortuyn. Ja. Toen was ik met mijn kinderen in Den Haag. En ging ik hen iets over de Eerste Kamer laten zien. En daar was juist de toespraak van hem, de herdenking van Pim Fortuyn. En ja, daar zag je een gebroken man. Ja. Echt, die zo geschokt was door het nieuws van de dood van een politieke tegenstander. Maar waarin je iets kon merken van zo gaan wij in Nederland niet met elkaar om. Ja. Hij wordt morgen begraven en er is ook een herdenkingsbijeenkomst voor Wim Kok. Dank voor dit gesprek, Peter Schalk, SGP-senator in de Eerste Kamer. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag, beleven en welzijn, zijn we weer terug. Allen een goed weekend. Graag tot dan. Dag.